een mobiel of een mooi horloge, een fiets of een onderdeel voor je auto. Het zijn allemaal spullen die je goed tweedehands kunt kopen en verkopen. Maar hoe weet je nou of die spullen niet gestolen zijn? En wat kun je daar als gemeente of handelaar tegen doen? Ik praat erover met Tom Lavalleijen, adviseur bij het CCV. Mijn naam is Cindy van Noordenburg. Welkom bij de CCV Trendsessies. Tom, jij bent adviseur High Impact Crimes bij het CCV en je gaat onder andere over het voorkomen van heling. Wat bedoelen we daar precies mee? Met het voorkomen van heling proberen we de afzetmarkt voor gestolen goederen zoveel mogelijk te beperken. De doorverkoop van gestolen goederen proberen we zo moeilijk mogelijk te maken. En daardoor is de helingaanpak een onderdeel van de bredere ondermijningsaanpak. Ja. En ik begreep dat er wat wettelijke verplichtingen zijn voor de gemeente en de handelaren. Wat zijn die precies? Ja, klopt. Conform artikel 437 van het wetboek van strafrecht is een handelaar verplicht zich te melden bij zijn of haar gemeente. Als zijnde opkopen van tweedehands dan wel ongeregelde goederen. De gemeente heeft dan ook een verplichting. Wat is die verplichting? Ja, klopt. De gemeente dient binnen zijn of haar of binnen de gemeentegrenzen bij te houden wie de handelaren zijn binnen hun gemeente. Ja, dus de handelaar heeft een verplichting zeg maar, om zich te melden dan bij de gemeente. Hoi, ik ben handelaar en ik verkoop die spullen. En dat doe je dan via dat, onder andere bijvoorbeeld via het opkopersloket? Via het digitaal opkopersloket. Ja. En ze moeten ook die goederen nog registreren, toch? Zeker. Binnen het DOR worden de goederen geregistreerd die een handelaar opkoopt. Ja, en het DOR is dan het digitaal opkopersregister. Dat klopt, ja. En dat is gekoppeld aan? Het digitaal opkopersregister is weer gekoppeld aan de database van de nationale politie. Als jij aangifte doet van een woninginbraak en er zijn diverse goederen uit jouw woning weggenomen, dan proberen ze altijd een zo goed mogelijke omschrijving in de aangifte te zetten van het goed. Eventuele serienummers proberen ze echt op te sturen. Die nummers die worden dan verwerkt in de database van de nationale politie. En wat ik al zei, de database is gekoppeld aan de app Stop Heling. Dan wel de website Stop Heling en aan het DOR. Als een handelaar dan iets registreert, dan zien ze meteen, oh, dit is als gestolen opgegeven, dus ik kan dat niet meer verkopen. Dat mogen ze vanzelfsprekend niet inkopen. Nee, precies. Er gaat wat veranderen in die wetgeving. Ja, klopt. In de wetgeving, daar wordt het DOL wordt als systeem aangemerkt voor de handelaar om zich te melden, het digitaal opkopersloket. Tevens wordt het een wettelijke verplichting voor de handelaar om gebruik te maken van het digitaal opkopersregister. En hoe helpt het CCV daarin? Het CCV ondersteunt gemeenten en handelaren met hun vragen omtrent het DOL. En consumenten, gaan die nog iets merken van die veranderingen? Consumenten gaan daar niet zo heel veel van merken, buiten het feit dat zij in mindere mate, omdat wij het systeem beter voor elkaar hebben eigenlijk, dat zij in mindere mate geconfronteerd worden met eventueel een aankoop van een gestolen goed. Helder. Dankjewel Tom. Wil je nog meer weten over heling en wat je er als gemeente of handelaar aan kunt doen om dat te voorkomen? Kijk dan op onze website, hetccv.nl/heling.